Mike, leuk dat je er bent. Anno 1800 is gearriveerd. En dat betekent dat we teruggaan naar het verleden. De twee uitstapjes naar de toekomst waren... Het waren goede games, maar het had niet het gevoel wat het had van terug in de tijd. Klopt. En we gaan nou terug naar de industriële revolutie. Mike, je bent enorm enthousiast over Anno. En voor de mensen die niet weten wat Anno is, het is een citybuilder die heel erg diep gaat. Maar wat is de zwarte vivre? Wat je continu laat doorspelen in Anno? Het is... Je bevolking blijft groeien en blijft volgende niveaus bereiken. En elke keer heb je weer zoiets van, oké. Maar ik wil nu meer. Ik wil verder. Want je unlockt weer dingen en dat is leuk. Ja. Je hebt workers en dan krijg je, nieuw bouwmateriaal. Beginnen we. Ja. Oh, staal. Leuk, ook leuk. En, ik zit er weer bij artisans. Dit glas is ook weer leuk. Ja. En zo blijft dat maar doorgaan. Ja, want het is, als je begint te willen alleen maar vis. En ze brengen dus kleding. Maar kleding heb je niet zomaar. Dan moet je natuurlijk katoen voor kweken. Ja. Dat ook in dit schapen. Schapen voor wol, et cetera. En je gaat steeds verder tot de tijd dat je zelfs rum hebt en et cetera. En de tijd vliegt altijd in dat spel. Ja, het is echt. Oh, het is weer 3 uur. Oh, daar komt de zon. Ja, precies. Ja, dat is absoluut waar. En wat de uitdaging erin is natuurlijk ook de handel. Dat is in Anno altijd belangrijk geweest. Je hebt twee continenten als het ware. Het ene continent zit met je hoofdbevolking. Maar je krijgt op een gegeven moment moet je ook producten hebben die moet je gaan importeren vanaf een ander land. Hoe gaat het in zijn werk? Nou, je hebt dus in tegenstelling tot eerdere Anno games heb je één map voor de oude wereld. En een map voor de nieuwe wereld. Ja, en in de vorige delen was het de noordelijke helft was de ene wereld en de zuidelijke helft was de andere wereld. En dat, op zich werkt dat prima. Je hebt, laadschermen zijn geen ding. Okay. Maar het is toch wel een klein beetje, meer muisklikken, zeg maar, en meer schakelen. Want de camera die komt ook echt gewoon ergens uit waar je denkt van, what the fuck? Waarom? Ik heb dit deel van de wereld nog nooit gezien. Dus dan, je moet iets langer bezig zijn met het schakelen van bijvoorbeeld naar je suikerproductie voor je rum. Ja, precies. Want wat heb je, suiker komt bijvoorbeeld uit de andere wereld? Ja. Suiker kunnen wij niet planten? Nee, blijkbaar niet. Het is te koud. Ik denk het. Ik weet, is de andere wereld ook warmer trouwens? Ja, het is vrij tropisch. Vrij tropisch, oké. zo ga je steeds switchen tussen die twee werelden. Het is niet de laadtijden die het lastig maken, maar het is meer dat je dan geen overzicht meer hebt. Je kan niet makkelijk naar het noorden van de kaart. Precies. Dat is het eigenlijk. En de andere kaart blijft ook gewoon doorlopen. Ja, dus op een gegeven moment in het allerlaatste stukje van het verhaal gingen mijn schepen in één keer op eigen houtje aanvallen. Okay. Terwijl ik dus bezig was om rum te maken, zodat mijn inwoners tevreden zijn. En vervolgens krijg ik te horen, your ship is under attack. Okay. En dat vond ik dus echt heel raar, dan moet je weer terug. En dan komt je muis waarschijnlijk niet precies op het goede punt uit. Precies. Okay. Waar je heel erg over te spreken was, waren de dierentuinen en de musea. Dat is een nieuwe functie in Anno 1800, die denk ik wat later in de game komt. Want ik vind dierentuinen en musea vind ik wel een beetje voor verwende burgers, hoor. Het is een beetje inderdaad voor verwende burgers. Ja. Het is in de derde fase begint het. Dus echt, een beetje mid-game begint het en het loopt door tot de endgame. En het is inderdaad, voor verwende burgers, maar je stad moet ook aantrekkelijk zijn. Ja, precies. Want dat levert weer voordelen op, want dan trek je ook goede kapiteinen voor je schepen aan, bijvoorbeeld. En heb je een dierentuin met veel dieren, dan komen er veel meer mensen, waaronder dus meer goede kapiteinen. Ja, precies. Waarmee je dus weer voordelen kan halen met je expeditions voor nog meer dieren. Man, deze game is zo van, je mag dat, maar dan moet je eerst dat en dan dat doen. Ja. Dat is gewoon echt Anno. Maar het is ook, je mag dat. En als je dat en dat en dat en dat doet, wordt het nog beter. Word je daar nog beter in. Ja. Dus dat is zo fantastisch, omdat je denkt van, ik heb nou een goede kapitein. Nou, expedition op uitsturen. 10 minuten later, ik heb een giraf. Dankjewel. Ja. Word je stad mooier. Nog een betere kapitein. Nieuwe expedition. Ja, dat ga je steeds verder. Dat maakt het dus van, daar komt de zon. Dat doen, precies. Dat doen van expeditie vond je echt heel tof. Hè? Want je kan het doen voor dieren, maar je kan het ook hebben voor artefacten, oude dingen, voor je musea. Ja, en er zijn ook pirate hunts. Dus dan krijg je gewoon booty van die piraten. Oh, wat tof. Dus het is gevarieerd ook. En dan krijg je ook, je krijgt zelfs keuzes. Dus echt min of meer een vertakkend verhaal. Oké, wauw. En niet van het niveau van een Witcher 3. Nee. Maar het is wel leuk voor de variatie, omdat je dan denkt van, misschien ga ik deze keer wel voor deze optie, in plaats van voor die. Ja. En dat heeft dan ook weer invloed op je succeskans of op de moraal van je bemanning. En dat maakt het zo tof, omdat elke expedition is weer een klein verhaaltje dat ook een andere afloop heeft. Want je kunt ook gewoon niet succesvol zijn. Tof. Ja. Leuk man. Ik ga echt...
Ik vond Anno 14 of 4 honderden uren in zitten. Ik denk dat het met Anno 1800 ook gaat gebeuren. Bij mij in ieder geval. Ja, 9.3 heb je de game gegeven, Mike. Supergoed. Het enige klacht was een beetje die tweede kaartswitch. Ja. En het tofste was de musea en de expedities. Of de musea en de dierentuin-expedities. Wil je echt alles weten over Anno 1800? Dat kan. Ga naar gamerset.nl. De link staat hier in de beschrijving voor de geschreven review van onze Mike. En laat ons ook weten wat jouw avonturen zijn in Anno 1800 hieronder in de reacties. Bedankt voor het kijken. Bedankt Mike voor je bijdrage. En tot de volgende review hier op gamersnet.nl. Daar heb ik echt zin in die game, vooral die expeditie. Ja, die zijn...